En de 9e editie van de jaarlijkse landbouwtentoonstelling is vandaag geopend. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Lions Club Quatta zijn de initiatiefnemers. LVV-minister Suresh Algu opende de tentoonstelling. Het goed opgekomen publiek mocht genieten van diverse producten uit de landbouw, veeteelt en visserij. Voor de president van de Lions Club Quatta, Raj Narayan, is het belangrijk dat jongeren interesse tonen in de beroepen uit deze sectoren. Ik kan zeggen, en zoals ik dat ook heb begrepen hoor, van LVV, dat er een klein beetje vergrijzing optreedt nu. Toch? Jonge mensen willen graag in de landbouwsector, veeteelsector of visserij. En we willen hun ook wijzen, tentoonstellen, dat het ook anders kan. Hydroponic, aquaponic, kassenteelt, er zijn een heleboel mogelijkheden. En dus we willen die interesse een beetje kweken bij de jonge Surinamers. Kunt u een beetje vertellen over de producten die hier worden tentoongesteld? Er zijn producten van verschillende resorten, zoals dat wordt verdeeld door LVV. Wanica, een aantal resorten. En ze brengen hun beste producten hier. En ze wijzen, ze geven je uitleg van waar ze zijn, op welke grond ze zijn geplant, hoe ze zijn verzorgd, hoe ze zijn ingeplant in de grond. Dus alles krijg je hier en dit zijn de producten. En wil je meer weten, dan sturen ze je naar een infostand van LVV. Je hebt infostand voor visserij, je hebt infostand voor veeteelt, voor de pluimvee, weet je, alles. Dus dat is de bedoeling, dat ze even kijken en zeggen van, hé, ik ben geïnteresseerd in zo'n product. Worden er planten verkocht? Maar hoe moet ik het kweken? Weet je, dat al dat soort van zaken daarvoor bij hier terecht. Om de productiesector in Suriname op gang te brengen, is het vooral van belang dat de nodige faciliteiten beschikbaar zijn, stelt minister Algu. Vooral laboratoriumfaciliteiten zijn belangrijk, omdat daarmee de kwaliteit van de producten wordt bepaald. Allereerst wat nodig is, en ik heb verschillende malen al gezegd, die faciliteiten. En wanneer ik zeg faciliteiten, heeft te maken met de labfaciliteiten. Die een aanbouw was, dat is gestopt, maar we zijn bezig om alles eraan te doen zodat het afgebouwd wordt. Wanneer je dat al hebt, begin je dan met de training van de landbouw. We zijn al bezig met training van landbouw, maar specifiek. En derde, we zijn al bezig met uittesten van bepaalde variëteiten, bepaalde gewassen die in Suriname wordt geteeld, die je in Suriname kan telen. En bepaalde van die variëteiten die bijvoorbeeld geïmporteerd worden, dat kan je vervangen. In deze richting wordt er gewerkt en natuurlijk met de mogelijkheden die daarna komen. Want als je lokaal markt hebt en je hebt inkomsten, gaan de mensen automatisch produceren. Dat is dus minister Suresh Algu van LVV vandaag bij de opening van de landbouwtentoonstelling De Weg naar Zee. De bekende Duck Curry Competition wordt morgen gehouden.